Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik je mijn veel producten van mei en juni zien. Het zijn niet heel veel producten over 2 maanden tijd, dus dat is fijn. Maar ik ga je toch laten zien welke producten mij niet bevielen. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Allereerst heb ik een Pure Volume Magic Brow Mascara van Catrice. Het is een mascara die dus bruin is. Heeft de naam 010 Burgundy Brown gekregen. Hier zit ricinusolie in. Hij is parfumvrij en hij zou je wimpers volume geven. Ik zal even het borsteltje laten zien. Het is zo'n borsteltje wat hij heeft. Op zich hou ik wel van dit soort borsteltjes. Maar ik vond hem dus niet fijn en ik ga je laten zien waarom dat zo is. Want ik vond de kleur sowieso meer zwart ogen dan bruin. Ik heb hem even geswatcht en dan zie je, dit is de bruine kleur. Ik vind hem zelf gewoon meer zwart. Ik vind het niet echt bruin. Daarnaast kreeg ik ook geen volume met de mascara, dus dat viel heel erg tegen. Maar dan ben ik dat op zich vaak wel gewend hoor, met volume mascara's, dat de volume een beetje tegen kan vallen. Maar het viel me ook heel erg tegen dat de kleur toch meer zwart oogde dan bruin. Ik had gehoopt dat je echt mooie bruine wimpers zou krijgen, maar dat gebeurde niet. Daarom vond ik hem helaas niet fijn. Dan heb ik van Essence een Bouncy Blush uit de Mickey & Friends collectie. En dat is deze. Deze heeft de naam C02 Another Perfect Day gekregen. Hij ziet er wel heel schattig uit. Hij heeft een beetje een bolle vorm zoals je kan zien. Maar ik vond het pigment toch wel erg tegenvallen op mijn gezicht. Want hij oogt best donker en ik had echt verwacht, nou, ik krijg wel een hele mooie kleur. Dit is de pigmentatie. Ik ben er meerdere keren overheen gegaan op mijn gezicht, maar uiteindelijk kwam er gewoon te weinig pigment vanaf en vond ik het niet mooi genoeg dan wat ik had gehoopt. Normaal gesproken, ja, zijn blush soms gewoon goed op te bouwen. De andere variant van deze die beviel heel goed, maar deze, nee, het pigment viel mij toch heel erg tegen. Dus daarom vond ik hem helaas toch niet fijn. Dan heb ik nog een mascara en dit is de Mighty Lashes Bold Volume Mascara van het Kruidvat. Dat is deze mascara. De verpakking is ook van een soort rubber. En dit is de 020 Infinity Black. En hij heeft een borsteltje die er zo uitziet. Wel, de mascara gaat aan de run. Het is niet één van mijn favoriete borsteltjes, maar ik ging er eigenlijk wel hoopvol in. Er kwam eigenlijk geen volume aan mijn wimpers. Ik zag niet dat mijn wimpers er voller en volumieuzer uit gingen zien. Dus ik dacht, nee, dat valt heel erg tegen. Mijn wimpers werden vooral heel zwart, wat ook prima is. Maar als je echt volume belooft en dat doe je niet, ja, dan is het voor mij wel een tegenvallen. Dus helaas viel deze ook behoorlijk tegen. Dan heb ik uit de trendeditie Cara Crimson Apricot van Essence deze Aura Blush. Heeft de naam 01 Abracadapricots gekregen. En dit is dus een blush die je subtiele wangen zou geven. De binnenkant vind ik wel echt heel mooi. Vooral omdat er dit effect in zit. En dat abrikootje ziet er heel erg mooi uit. En in eerste instantie was ik in de video toen ik hem opnam best wel enthousiast. Maar toen ik hem verder ging testen, dacht ik toch nee. Kijk, dit is de swatch en die zie je echt bijna niet. Ik zat ook later, dan ga ik het uitgebreide testen. Dan denk ik, nee, ik vind hem eigenlijk toch helemaal niet zo mooi. Want natuurlijke kleuren zijn mooi, maar dit vond ik net iets te natuurlijk. En ik miste toch wel een beetje de meerkleurige pigmentatie die erin zat. Dus dat viel toch helaas een beetje tegen. Dus nee, uiteindelijk vond ik hem dus toch niet zo fijn, omdat het pigment een beetje miste. Ook uit die collectie had ik de Reckless pen. En dat is deze pen met een naam. Hij had een naam volgens mij. Kan ik die terugvinden? 01 Apricots. Er zit ook een beschrijvingje op hoe je het kunt doen. En hier staat een plaatje hoe het resultaat eruit zou kunnen zien. Deze pen is dus bedoeld om zelf sproetjes te kunnen zetten als je die niet hebt, wat in de zomer een leuk effect zou kunnen zijn. Hij heeft zo'n puntje. Je ziet al dat hij helemaal bruin gekleurd is natuurlijk. En in eerste instantie dacht ik, oh, het ziet er leuk uit, maar eigenlijk zet hij te grote puntjes. De puntjes zijn te groot.
Het is daarom ook niet natuurlijk. Kijk, ik heb ze gezet. Oh. Nou, stel scherp. Kijk, en dit waren puntjes, maar ze lopen dus heel erg uit. Daardoor worden het streepjes. Ze waren net echt heel zak, maar ook vooral met zweet loopt het dus heel erg uit, waardoor je een heel streperig effect krijgt. Ga je er ook nog eens overheen met een fixing spray, dan is het hek helemaal van de dam, want dan worden de strepen nog groter. Dus nee, daarom vond ik het zelf niet zo'n succes. Ik vond het leuk om een keer te proberen, maar ik vond het niet echt succesvol. Dan heb ik van Catrice de Magic Sharper Contour en Glow Stick. En dat is deze. Ik heb hem wel in een vrij donkere kleur, want dit is de 060 Deep Rich. Aan de ene kant heb je dus een contourgedeelte, zoals je hier kunt zien. Een donkere kleur. En aan de andere kant heb je dan een highlighter, waardoor je eigenlijk... Het zullen handige sticks zijn. Zou je bijvoorbeeld op vakantie gaan, dan moet je dat ook niet echt doen met 30 graden, want dan smelt het ook weg. Kijk, dit is dan de highlighter. Nou, ik heb ze even naast elkaar geswatcht en dan zul je zien, aan het pigment ontbreekt het niet, want hij is heel pigmentvol. Alleen, ik kreeg het gewoon letterlijk niet mooi in mijn gezicht geblend. He, vaak met dit soort producten kun je het gewoon heel mooi uitblenden en krijg je daardoor een, een hele mooie contour. Maar met deze stick lukte het niet. De structuur is te... Hoe moet ik dat zeggen? Niet smeuïg genoeg. Het is een beetje sterk, waardoor je hem niet mooi ingeblend krijgt, waardoor ik heel veel strepen kreeg. Dus toen had ik zoiets van, nee, dat is hem dus absoluut niet. Dan heb ik nog een mascara en dat is de Lash Like a Boss mascara. En dit is de Instant Lift and Curl mascara. Dat is die groene huls van Essence. En deze mascara die belooft je wimpers dus te liften, maar je zou dus ook krul krijgen. Nou, allereerst, het is dus ook weer een borsteltje waar ik zelf niet blij van word, helaas. Maar er gebeurde ook niks op mijn wimpers. Mijn wimpers werden zwart, maar ze kregen niet echt een lifteffect. Er kwam geen krul in. Er gebeurde niks. Misschien werken deze mascara's ook beter als je wat langere wimpers van jezelf hebt. Die heb ik ook gewoon niet. Maar er gebeurt bij mij gewoon letterlijk niks. Zelfs al zou ik mijn wimpers van tevoren krullen, het doet niks. Ze blijven even... Ja, slaploos en dat is geen woord trouwens. Blijf even, ja, even slap en gewoon hun eigen vorm houden. En het is niet dat ik denk van, ja, hier word ik blij van. Dus helaas, ook deze deed niet wat hij beloofde. Het laatste product wat ik dan heb, dat is een oogschaduwpalette van Catrice uit de Seeking Flowers collectie. En heeft de naam C01 By Myself Flowers gekregen. Dat gebeurt niet vaak in oogschaduwpaletten, maar soms gebeurt het wel. Ik vind de verpakking echt nog steeds prachtig. Ook die binnenkant is echt een plaatje om te zien hoor. Dat is gewoon niet te ontkennen. Er zit een spiegeltje in. Kijk, dit is hem. Hoe mooi ziet het eruit? Nou, dan ga ik je het laten zien en dan zul je denken, wat bedoel je nou? Want de pigmentatie is gewoon prima. Je ziet gewoon hoe goed gepigmenteerd die is. Het probleem zat hem echter dat het gewoon op mijn ogen niet zo mooi tot hun recht kwam. Want op mijn hand is die swatch echt fantastisch. Ik ging het op mijn ogen aanbrengen. Dacht ik van, maar waar is nu die donkere kleur die ik met die swatch wel zo mooi kreeg? Ik kon er zoveel laagjes overheen doen, maar het bleef matig. En dat is heel erg jammer, want dat had ik niet verwacht. Omdat je dan die swatch ziet en dan denk je van... Nou, dit springt eruit. En dat gebeurde dus gewoon niet. En dan ga ik blenden en dan vervaagt het nog meer. Dus eigenlijk, met swatchen is de pigmentatie goed. Maar op mijn ogen kwam het gewoon niet tot z'n recht. En dat was jammer. Dus daarom vind ik hem helaas toch niet fijn. Dus ja, dat is wel jammer. Ik ga hem uiteraard echt nog wel gebruiken. Maar het is geen aanrader wat mij betreft. Dan waren dit de producten die ik helaas niet fijn vond. Wel jammer, want er zitten echt wel pareltjes van producten bij, vind ik. Alleen al om te zien. Maar ja, we moeten ook eerlijk zijn. En helaas hoort het er ook bij, als je make-up uittest, zitten er ook producten bij die niet altijd zullen bevallen. Ik ben benieuwd of jullie een van deze producten al eens hebben geprobeerd. En of dat je misschien de mening die ik erover heb deelt. Of dat je misschien een hele andere mening hebt. Misschien dat je naar aanleiding van deze video denkt, goh, ik zou het toch zelf nog wel eens willen proberen of het bij mijzelf ook dat effect geeft. Dat kan natuurlijk ook. Laat het vooral even weten in de comments.
Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje op mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!